Ik ben Ornella en vandaag mag ik deze drie steelstofzuigers van Dyson uittesten. De Dyson V8, V11 en V15. In deze video kijk ik samen met jou welk model het best bij je past. Here we go! Dyson staat bekend om zijn constante innovatie en ondanks dat deze modellen al even op de markt staan, met jaarlijks een aantal verbeteringen, kan het moeilijk zijn om het juiste model te kiezen voor je eigen situatie. Het eerste grote verschil tussen deze steelstofzuigers is natuurlijk de grootte en het gewicht. De Dyson V15 is in zijn geheel groter dan de V11 en de V8. De V15 weegt 2,96 kilo, de V11 2,98 kilo en de V8 2,5 kilogram. Dit zorgt ervoor dat de compacte V8 al meer geschikt is voor een snelle dagelijkse kruisbeurt en dus ideaal is als je op zoek bent naar een licht model. Qua stofreservoir hebben de V15 en V11 een capaciteit die groter is dan de V8. De V15 en V11 hebben een capaciteit van 76 centiliter tegenover de 54 centiliter voor de V8. Wanneer je de stofreservoirs gaat ledigen, maak je meteen gebruik van het speciaal ontworpen uitwerpmechanisme van Dyson. Hiermee kan je de stofzuigers ledigen zonder je handen vuil te maken en hier ben ik persoonlijk wel een grote fan van. Het nadeel is dat je de V8 dan wel vaker moet ledigen, wat ik na een kruisbeurt van 30 minuten zeker moest doen. De V15 en V11 zijn daarmee wat meer geschikt voor grotere huishoudens die vaker nood hebben aan een kruisbeurt. Wat de zuigkracht betreft heeft de V15 natuurlijk een krachtigere motor, waardoor deze op de turbostand een hogere zuigkracht heeft dan de V11 en V8. De V15 beschikt over 240 airwatts, terwijl de V11 er over 200 beschikt en de V8 130. Een opvallend verschil dus. Ik raad je aan om de stofzuiger vooral in de autostand te gebruiken om het meeste uit je batterij te halen. Ook past de V15 in de autostand automatisch de zuigkracht aan, afhankelijk van de hoeveelheid vuil op de grond. Ook de batterijduur is heel belangrijk bij de aankoop van een Dyson steelstofzuiger. Hier is het geen verrassing dat de Dyson V15 en V11 de beste accu hebben met een theoretische batterijduur tot 1 uur. In de praktijk heb ik de V15 en V11 vooral op de autostand gebruikt en kon ik ongeveer 45 minuten aan de slag gaan. De accuduur is natuurlijk ook sterk afhankelijk van hoe vuil je oppervlaktes zijn. De V8 heeft een batterijduur van 40 minuten, wat in de praktijk ongeveer overeenkomt met een half uurtje stofzuigen. Bovendien heeft de V8 geen verwisselbare batterij in vergelijking met de V11 en V15, waardoor je tijdens het stofzuigen niet snel van accu kan wisselen. De V8 is met zijn batterijduur dus eerder geschikt als je in een appartement woont of als tweede stofzuiger in een groot huis. Een laatste specificatie, maar zeker niet onbelangrijk, is het geluidsniveau van de stofzuigers. De V15 is hier steeds de beste keuze aangezien hij een geluidsniveau heeft van slechts 75 decibel. De V11 loopt op tot 82 decibel en de V8 tot 88 decibel. De Dyson V15 is in het algemeen dus ideaal als je een groter huis hebt. Hij heeft een groter stofreservoir en kan op één accu langer stofzuigen. De V11 en V8 passen dan weer beter bij mensen die hun appartementen of kleinere oppervlaktes moeten reinigen. Al kunnen deze in grote woningen ook dienen als tweede stofzuiger. Wil je nog meer informatie over de Dyson V15, V11 en V8? Surf dan snel naar krevel.be en bestel jouw favoriete model vandaag nog. Wil je op de hoogte blijven van al onze nieuwe producten? Check dan zeker onze andere video's en abonneer je nu op ons YouTube-kanaal. Tot dan!